Hi, welkom bij een nieuwe video en deze video gaat over hoe beschermen we nou het beste tegen de zon. Nou, de zon is je vriend en eigenlijk ook je vijand. En de laatste tijd was er veel opspraak over wel of niet smeren. Laat ik deze kans grijpen om hier een video over te maken, want ik vind het zelf heel erg belangrijk om je te beschermen tegen de zon. Ik ben altijd beschermd, of het nou een factor is, een hoedje is, een zonnebril, daar ga ik straks meer over vertellen. Ik ben ook in gesprek gegaan met twee experts. Eén iemand die voor de stichting Melanom werkt. Mijn naam is Marcia Ros en ben werkzaam voor stichting Melanom. Daar doe ik voornamelijk content creatie en ik ben lid van het social media team. En een andere is een dermatoloog en daar ga ik natuurlijk heel veel vragen aan stellen. Ik ben Leidwin van Brinkhuis. Ik ben dermatoloog. Ik werk in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en in Maastricht in het MDMC. Ik ben gepromoveerd op huidkanker en met name gespecialiseerd dus in de oncologie, de huidkanker en de chirurgie. En daarnaast werk ik nog een stukje in de cosmetische dermatologie bij Dr. Zetsoop. Zonneschade wordt veroorzaakt door de UV-stralen. We hebben in de lucht zitten UVA, UVB, UVC als belangrijkste. En die kunnen in de huid doordringen. Eigenlijk is het moment dat wij bruin worden al een teken dat er een eerste vorm van schade is. Want het bruin worden van de huid is eigenlijk een beschermingsmechanisme van pas op, er is schade, ik moet me gaan beschermen en dan gaat de huid bruin worden. Het grappige, wat wel een leuk weetje is, dat schoonheidsideaal van bruin worden eigenlijk stamt uit de jaren 20 zo'n beetje. Toen Coco Chanel een keer op vakantie was en wat bruiner terugkwam en al die zieke dames dachten van nee, dat is eigenlijk wel... Als Coco Chanel dat doet, dan doe ik dat ook. Dus daar is die trend een beetje vandaan gekomen. Het is heel goed te weten dat zodra je bruin wordt, is er eigenlijk al schade. En wat is nou schade? Dat is schade in het DNA in de huid. Al onze cellen die hebben DNA. En UVA en UVB zorgen beide op hun eigen manier voor schade daarvan. Krijg je nou wat veel van die schade, zodat de huid niet meer kan herstellen, dan gaat je huid verbranden. Oh ja. Dan worden we rood, ga je vervellen, krijg je pijn. Beetje wat wel bekend is. Als nou ook weer zoveel schade herstelt dat het lichaam zich niet meer in staat is om daarvan te herstellen, dan kun je dus op den duur huidkanker krijgen. Een melanoom is een plekje op je huid, een vorm van huidkanker, de meest agressieve vorm die snel kan uitzaaien. Die ontstaat vaak uit een moedervlek. Het kan uit een bestaande moedervlek, maar het kan ook een vlekje wat er opeens zit. Ja, daarom is het heel belangrijk om je huid goed in de gaten te houden. Ja, en jij zegt inderdaad, het kan een bestaande zijn en het kan dus een nieuwe zijn. Maar ja. Hoe herken jij dan dat het fout is? Kan je dat zelf zien of moet je daar echt voor naar een specialist van een arts? Een diagnose die wordt door een arts gesteld. Maar er is wel een ezelsbruggetje waarmee je zelf je huid kunt checken. Okay. En dat wordt de ABCDE-regeling genoemd. A staat voor asymmetrie, dus als een plekje niet mooi rond of symmetrisch is. B staat voor border, dus als de grens van het vlekje een beetje kartelig is, of dus ook niet mooi strak. C staat voor color, voor kleur, dus als er meerdere kleuren in zitten, verschillende kleuren, bruin. Maar het kan ook blauw of zwart. D staat voor diameter. Dus als de diameter groter is dan 5 mm. En de E staat voor evolving. Dus als het vlekje verandert. Dus als het vaak jeukt of gaat bloeden. Of als het inderdaad opeens van vorm of kleur verandert. Dat zijn allemaal soort alarmsignalen. Waarmee het verstandig is om je plekje door een arts te laten onderzoeken. Ja. Vaak is het zo dat een plekje wat verandert of er gek uitziet. Hè, dat noemen ze ook wel de ugly duckling. Dus als je allemaal moedervlekjes hebt en er zit er eentje tussen die er opvallend anders uitziet. Dat is dan ook een soort kenmerk van dat je er even mee naar de dokter moet. Ja, dus vaak worden die plekjes dat mensen het zelf opvalt. Of dat er iemand in je omgeving is die zegt van ja, je hebt al je hele leven daar dat plekje. Maar opeens ziet dat er toch anders uit. Want huisartsen kunnen ook niet altijd zien, hè? Want er wordt met een dermatoscoop wordt er op het plekje gekeken. Maar als er een verdenking is van melanoom, dan moet de huisarts je altijd doorsturen naar een dermatoloog. Ja. En die zal het plekje verwijderen en dan gaat het naar het lab. En daarna komt er pas
de diagnose. De stichting heeft ook een gratis app, dat is de huidmonitor app. En daarmee kun je dus zelf foto's maken van je eigen plekjes om ze in de gaten te houden. En er zit dan een reminder functie in, dus dat je niet vergeet. Dus na 1 of 2 maanden krijg je dan een berichtje. En die stelt dus geen diagnose. We zitten midden in de zomer en de zonnekracht is heel erg hoog. De zon kan zelfs van 3 tot 6, 7 zijn. En nu, en zeker deze maand, juli en maand augustus, is de zonnekracht heel erg hoog. Dus bescherm je gewoon heel erg goed. Wat is nou een goede bescherming tegen de zon? Eigenlijk begint het al dat we de zon het liefste vermijden tussen 11 uur en 3 uur op de dag. Dan is de zon het allerfelst. Draag beschermende kleding, luchtige kleding met lange mouwen, lange broeken, het moet het liefste. En ook een zonnebril. 1 keer flink verbranden, echt al het risico op huidkanker verhoogt. En dat zien we ook wel een beetje terug in de cijfers. Kijk, als je het hebt over huidkanker, dan heb je grofweg 3 varianten. Waarvan soms de meest bekende het melanoom is. De kwaadaardige moedervlek. Die komt gelukkig wel minder voor. Maar eigenlijk de meest voorkomende vorm is het basaalcelcarcinoom. Dat is een vorm van huidkanker die dus ook meest op de zon blootgestelde delen zit. En wat vaak een beetje een roze, glazig bultje is. En waarbij je echt ziet dat die leeftijd steeds lager is. En echt soms van mensen in de 20 in het gezicht met daardoor grote operaties. Ja. En het komt gewoon heel veel voor. 1 op de 5 zoiets in Nederland krijgt een vorm daarvan. De jeugdjaren zijn heel belangrijk in de tienerjaren om je dan ook goed in te smeren. Want helaas heeft de huid een geheugen. Dus alles wat je ook op kinderleeftijd en in je tienerjaren meekrijgt, dat kan er altijd op de laatste leeftijd nog uitkomen. Als ik zelf op vakantie ga of naar het strand ga, zorg ik er altijd voor dat ik een beetje heb met een parasol. Dat op zijn minst, dat heb ik altijd. Dan zorg ik natuurlijk voor goede zonnebescherming, als in crèmes. Ik heb altijd een hoedje of een petje bij me en een zonnebril. Dus dat zijn echt mijn must-haves als het gaat om, mocht ik inderdaad echt in de zon gaan liggen. Mij zie je nooit direct in de zon zitten of liggen, altijd in een schaduw. En natuurlijk, een parasol is nog steeds UV-doorlatend. En ook als je op een terras zit in de schaduw, heb je natuurlijk geen bescherming. Dus dan ook, mijn tip, smeer dan gewoon. En mijn gezicht is altijd ingesmeerd met een hogere factor. En die meng ik dan inderdaad met dagcrème. De campagne die heet Shade is Cool. En het idee daarachter is, schaduw, hè, is het natuurlijk beter op het heetst van de dag om daar te zitten of te picknicken of lekker in je hangmat te hangen. Hè, dus niet in die volle zon op het strand plat te gaan liggen. Maar om hier aandacht voor te vragen, is het ook leuk om iets met je eigen schaduw te doen. Dus we vragen mensen om een schaduwselfie te maken. En Discover Your Spot daar dan in te taggen als ze die posten in een feed of story. Samen met de hashtag Shade is Cool en Summer of Skin Love. Ik grijp de zomer eigenlijk aan om ook hoedjes te kunnen en mogen dragen. Niet alleen vanwege het fashion, maar ook omdat het gewoon goed beschermt. Je gezicht inderdaad uit de zon. En ook de rust die je ogen krijgen als je hier gewoon iets hebt. Dan hoef je niet eens een zonnebril op, maar dan kan je inderdaad gewoon een hoedje dragen. En ik hou ervan. Door de jaren heen heb ik al heel wat hoedjes verzameld. En of het nou een pet is, een hoed is of een klep, dat maakt niet uit. Ik hou heel erg van die strooihoedjes. Ook een verzameling die ik vaak mee heb genomen van vakantie. Iedere keer als ik naar het strand ga of naar een stad of aan een event of noem maar op, zorg ik altijd dat ik iets bij me heb om op mijn hoofd te zetten. Zo dat mensen met een donkerdere huid van nature meer bescherming hebben voor het krijgen van huidkanker. Sowieso een dikkere huid, maar ze hebben ook meer pigment aanmakende cellen en die maken ook meer pigment. Dus daardoor waar de mens met een lichtere huid bruin gaat worden en dan wat bescherming krijgt, heb je uiteindelijk, mensen met donkere huid hebben dat van nature al meer. Er zijn zeker ook mensen met donkerdere huid met huidkanker, maar het is inderdaad wel zeldzamer. Waarom adviseer ik mensen met een donkere huid dan toch om goed zonnebrandcrème te smeren? Is omdat zij vaak veel meer last hebben van pigmentproblemen, pigmentvlekken. Ook
ook bescherm ik graag mijn ogen, want dat is echt een heel erg belangrijk ding. Ik heb sowieso hele gevoelige ogen en ik heb al heel snel draag ik een zonnebril. Hier zie je ook een aantal zonnebrillen voorbij komen die ik fantastisch vind, die ik ook door de jaren heen verzameld heb. Of het nou dure merken zijn, vintage brillen zijn of zelfs brillen die ooit van mijn moeder zijn geweest. Dat maakt in principe niet zo heel erg veel uit. Wat wel belangrijk is, is zorgen dat er een goede UV-filter in zit. En ook zonnebrillen, het is een feestje. Elke keer een andere. Bij welke outfit je ook hebt, kun je altijd weer een zonnebril dragen waarvan jij denkt, ja, dit vind ik helemaal te gek. En los van dat het er leuk uitziet, beschermt het ook nog eens heel goed je ogen. Daarnaast moet natuurlijk het allerbelangrijkste insmeren met een zonnebrandcrème. Er zijn natuurlijk heel veel dingen over geschreven en gezegd. En welke factor je moet gebruiken. Maar eigenlijk adviseert de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie om als de zon echt schijnt, minimaal insmeren met factor 30. Dit royaal te doen. Ongeveer zo dik als wat je pindakaas op een boterham zou smeren. Dat is ongeveer wat je zou moeten smeren. Als je dan kijkt wat dat in de praktijk betekent, dan is dat zo'n 7 theelepeltjes vol, wat je eigenlijk zou moeten gebruiken voor je hele lichaam. En in de praktijk doet niet iedereen dat. Dus als je maar ongeveer de helft smeert van wat je zou moeten smeren, dan haal je ongeveer met een factor 30, nog minder dan factor 10, haal je dan over. Dus dat is waarom ik in de praktijk vaak een factor 50 adviseer. Komen we bij het testen van een aantal zonnecremes. Niet de geëikte zonnecremes die je normaal altijd ziet en die ik normaal ook zou kopen. Ik ben nu gegaan voor producten waarvan ik weet en getipt ben geworden waar niet veel of juist geen troep in zit. En ik heb 6 producten. Ik weet er zijn nog veel meer andere producten, maar ik heb het bij deze gelaten. Ik ben afgegaan eigenlijk, heb ik een heel lijstje gedaan. En ik heb gekeken naar wat is de prijs. Uiteindelijk heb ik prijs per milliliter gedaan, want dat is natuurlijk veel makkelijker, want ik heb grotere producten dan kleine. Dan de aanschaf. Hoe makkelijk kan je het aanschaffen in een winkel of online? Of is het heel erg lastig? Kan je het overal krijgen of niet? De inhoud van het product. Dan hoe breng ik het aan? Is het makkelijk? Is het een heel fijn product? Of is het heel dik? Of noem maar op. Kun je het niet goed uitsmeren? Of is het juist heel transparant en heel licht? Ga zo maar door. Dan de geur. Kan ook nog eens wel heel erg typisch zijn. Ik kan je zeggen, ik ben soms wel helemaal gek van geurtjes als het kokos, vind ik zo lekker. Maar goed, dit zijn voornamelijk producten waar geen geur in zit. Dan kijk ik ook naar de dikte. Is het een creamy, is het dun, is het transparant? En uiteraard de werking, want die heb ik natuurlijk getest. Ik heb ze ook een aantal van die producten heb ik meegenomen op vakantie en heb ik ze daar getest. En ik kijk ook naar de verpakking. Hoe ziet het eruit? Is het een beetje duurzaam of milieu? Dus daar heb ik naar gekeken. Bij alle producten geldt dat je 1 keer per 2 uur zeker moet smeren. Ligt eraan hoe vaak je direct in de zon bent. Dus elk product wat ik nu ook getest heb, smeer dit ook echt regelmatig weer op. Dus het is niet een product wat je de hele dag maar 1 keer hoeft te doen. Nee, smeer regelmatig op. En dat heeft ook nog te maken, ga je de zee in of het zwembad in, moet je natuurlijk vaker smeren. En ook dus voor het gezicht, smeer je ook inderdaad. Ja, zeker. Ook een factor 5. Dat is dan wel weer om goed om te realiseren dat daarvan wel wordt gezegd dat het soms een beetje schijnveiligheid kan geven. Omdat je dan denkt van nou, ik heb factor 50, ik kan lekker lang in de zon blijven zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Welke factor je ook gebruikt, wat er ook op de verpakking staat, waterproof, resistant for 24 hours, smeer je in om de 2 uur. Maar als je daadwerkelijk wetenschappelijk gaat kijken onder de streep, dan is het niet smeren nog altijd veel gevaarlijker voor je dan eventueel smeren met een zonnebrandcrème waar ja, een stofje in zit wat misschien wat minder goed is. Dit is een product van Suit Matters. Het is een zonnecrème factor 20. Ik vind het er wel heel erg mooi uitzien, een beetje strak. Past natuurlijk helemaal in de setting, helemaal wit. Ik ga even kijken wat ik heb gezien. De prijs van dit flesje is van 100 milliliter. En de prijs is €17,50. Breng mij op een milliliterprijs van 18 cent. Maar het is wel natuurlijk maar factor 20. Dus dat kan ik niet helemaal meenemen in de test. Dus bijna alle andere testen zijn 30. Aanschaf in de winkel. Nou, helaas niet zo heel veel. Want dit kan alleen maar online bij speciale winkels kan je dit bestellen. En van het merk zelf, van Suit Matters. Dus dat maakt het een minpunt. Ik kan niet zomaar bij een drogist dit gewoon halen. Dus alleen maar online. Dus dat is wat ik dan weet. De aanbrenging. Ik zal even laten zien
wat dit voor product is. Nou, het is inderdaad een beetje korrelig klonterig, vind ik. Ik heb misschien nu ook al wat veel gedaan. Maar als ik het aanbrengen, zie je, een beetje karnemelkachtig, dat het niet helemaal goed gemengd is. Dus je moet goed van tevoren schudden. En je ziet ook dat het, ja, je moet echt goed wel insmeren. Wil je ook niet die witte waas zien, want dat zie je nu al wel een beetje. Ik zelf heb daar dus geen moeite mee met die witte waas. Want hallo, als ik naar het strand ga en ik smeer me helemaal in, vind ik het helemaal niet zo heel erg. Dus, maar dit moet je wel goed insmeren. Ik heb hem niet zo, zoals bij andere producten, niet, dat het meteen helemaal oppakt. Dus je ziet dit inderdaad. Dus, en de geur, daar zit eigenlijk helemaal geen geur in. Staat er ook op dat het inderdaad scent-free is. Verder, de werking is wel goed. Het werkt echt goed, zeker voor een factor 20. Ik denk van, nou, normaal zou ik niet snel voor een factor 20 gaan. Minimaal 30 en altijd 50. En verder, de verpakking ziet er heel mooi uit. Heel mooi, ja, strak en simpel. En simplicity is natuurlijk helemaal fantastisch. De volgende is Weleda. Deze wilde ik heel graag testen, omdat ik gewoon een heel mooi... sowieso een mooi merk vind, met heel veel mooie gezichtsproducten, noem maar op. En ze hebben dus ook een zonnecrème. Voor baby en kids, maar goed, ik ben ook een baby en kid. Eigenlijk, ja, wat goed voor een baby is natuurlijk voor een volwassen ook helemaal fantastisch. Ik heb hier getest de Weleda Factor 30. Factor 30 en de prijs is €24,99. En dit is 150 milliliter. Kom ik op een milliliterprijs van 15 cent. Aanschaf kan dus inderdaad gewoon bij Ethos en Kruidvat. Ga zo maar door. Zijn soms ook acties, dus je kan dit, ook dit product wel heel goedkoop inslaan. Verder vind ik het qua product uitzien heel erg, ja, gewoon heel leuk. Er zit wel een labeltje bij, daar kom ik zo op. Die neem ik, laat ik jullie even op zien. In het doosje zit dus inderdaad een flacon plastic. Ja. Verder qua design is het niet iets waar ik denk van wauw. Maar ja, dat maakt ook niet zo heel veel. Nou ja, ik ben wel een sukkel voor verpakkingen. Maar goed, hè, dit dus. Breng me gelijk bij de aanbreng van het product. Ik heb hem hier open, een beetje vloeibaar. Maar ik, voordat ik daar iets over zeg, is het inderdaad zo. Zij zeggen, waarom... is het zonnebescherming van Weleda wel zichtbaar na het opsmeren. Dat heeft te maken dat ze geen chemische zonnefilters en nano-UV-filters gebruiken. Dus het blijft inderdaad een witte waas. De tip van Weleda is, doe kleine dotjes op je huid. En dan kan je het veel beter uitsmeren en dan heb je ook de kans om een witte waas veel kleiner. Dus ik ga hem even doen. Het is inderdaad wel vrij dik. Ik heb niet één kleur gedaan, maar het... Ik heb geen dotjes gedaan. Ik ga nu smeren en laat ik je zien wat dit doet. Dan moet je inderdaad, je moet echt, het is heel dik. Maar goed, ik denk ook altijd als het dik is, dan beschermt het ook echt heel goed. Maar je moet wel echt goed insmeren. Dus ja, dan moet je dus ook wel geduld hebben. En je houdt inderdaad een witte waas. Vind ik, als je naar het strand gaat, dus helemaal nee, geen probleem, helemaal niet erg. Ga ik de stad in, ik heb zoiets, dan denk ik altijd, ja, dat vind ik dan net even niet lekker. Maar goed, het beschermt wel enorm goed. Dus ik ga ook gelijk, het ruikt wel heel erg lekker. Er zit een hele lichte geur aan, vind ik heel lekker, heel subtiel. Ondanks de waas ben ik er wel heel erg tevreden over. Happy Soaps, Happy Soaps. Een product die natuurlijk helemaal duurzaam is. Helemaal natuurlijk, 100% plasticvrij. Kunnen niet heel veel andere producten zeggen. Dus dit is inderdaad echt en de verpakking. En inderdaad de stick zelf zonder plastic deeltjes. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer gebruikt. Daarom ziet het er een beetje gek uit misschien. Qua aanbreng is dit natuurlijk ideaal. Het is wel vrij dun. Dus het is wel, je moet wel goed die stick gebruiken, goed dik erop doen. Want je hebt bijna het gevoel dat je niet veel erop smeert. Maar eigenlijk wrijf je het ook al gelijk uit als je het opbrengt. Ik ga eerst even kijken naar de prijs. Dit is een bar en een stick eigenlijk, zonnebrandstick, 50 gram, €14,99 en is dus 30 cent per gram.
ja, ik kan natuurlijk niet helemaal naar milliliters kijken. Aanbrengen is natuurlijk subliem. Ik hou van sticks. Sticks die je ook in het gezicht kan doen, sticks die je in het lichaam kan doen. Ik vind het heerlijk. Je hoeft eigenlijk je handen niet vies te maken. Dus je doet één keer, dat vind ik toch wel heel erg lekker. Want ik eigenlijk altijd na het smeren mijn handen wassen. Maar goed, dus dit vind ik echt perfect. Dan ga ik kijken inderdaad naar het is heel vrij transparant, vrij dun. Het werkt wel, maar ik heb gemerkt dat ik hier wel vaker van moet smeren. Dus niet elke 2 uur. Ik moet hier bijna elk half uur wel van smeren. Dus dan ja, gaat het wel sneller op. Maar je bent natuurlijk ook wel weer zuinig omdat het een stick is. De verpakking is natuurlijk ook echt fantastisch. Want het is echt geen plastic en het is helemaal van karton gemaakt. Je drukt ook hier beneden naar boven, zodat de stick omhoog komt. Net als die drukijsjes natuurlijk. Vind ik wel echt super goed bedacht. En hier is nu ook tegenwoordig factor 50 van. En die ga ik zeker nog even ook voor mezelf testen. De Sun Care van Dr. Leenaerts. Factor 30. Dit is de kleine verpakking, 50 milliliter. Je hebt ze ook een grote verpakking. Deze heb je ook een 50, maar ik heb nu even gekozen voor de 30. En deze kost €12,95. Ik zag regelmatig acties hiervan. 1 en 1 gratis, zowel bij Kruidvat als Ethos en ga zo maar door. Dus dit is wel een merk om in de gaten te houden als het gaat om acties. De aanschaf in de winkel, ik gaf het al aan, hij is dus gewoon te koop in een normale drogist. Dat vind ik wel echt een voordeel. De inhoud is van deze 50 ml, maar je hebt ook een grotere verpakking. En dat brengt me gelijk naar dus de prijs per milliliter en dat is 26 cent. Dus dat is inderdaad ja, 0,26 per milliliter. Dan kijk ik naar de geur. Nou, ik kan jullie helaas niet laten ruiken, maar je zet ook heel weinig geur aan. Heel lichtjes maar. Dan breng ik me naar de dikte van de crème. Ik zal het even open doen en een heel klein beetje opsmeren. Dan kan je gelijk zien of het inderdaad goed uit te smeren is. En dat doe ik eigenlijk gewoon even op mijn hand. Dan kan je inderdaad zien dat het heel snel ingesmeerd is. En dat vind ik wel super fijn. Het ruikt nou, heel lichtjes maar, dat had ik net al gezegd. Vaak op de huid gaat het nog een beetje werken. Je smeert het dus super makkelijk uit. Ik vond de werking heel erg goed. Het is echt een product waarvan ik denk, ja, makkelijk smeren, fijn inderdaad in gebruik. En ook nog eens inderdaad zorgend voor een goede bescherming. Het laat geen witte waas achter en dat is ook wel iets wat we heel vaak wel zien bij dit soort producten. De verpakking zelf, een beetje boring, maar goed. Ja, hoeft niet altijd helemaal fashion te zijn natuurlijk. Product in een doosje vind ik altijd wel heel erg fijn. Gewoon voor de aankoop, dat is gewoon netjes. Even voor de verpakking kijken, ja, karton. Maar het kan natuurlijk wel bij de fles, die is gewoon van plastic. Ik ga testen van Naïve de Sonnefactor 30. En dit is een 200 ml verpakking. De prijs, even kijken dat ik goed ga kijken. 200 ml voor €35,99. Dat betekent dus 18 cent per milliliter. Dan ga ik kijken naar, inderdaad, is er een geurtje? Het is een licht geurtje. Niet vervelend. Heel lekker. Ik hou wel van geurtjes. Maar goed, dat is persoonlijk. De ene gaat over zijn nek en de ander vindt het fantastisch. Dan ga ik kijken naar hoe breng ik het aan, het product. Is het inderdaad dik of niet? Ik doe een heel klein beetje. Het is wel heel erg... Je kan het goed insmeren. En ik vind het een heel lekker product. Niet te dik, niet te dun. Eigenlijk ook weer perfect goed, vind ik. Want je hoeft eigenlijk maar één keer zo langs je te halen en... Hij is gedekt. Perfect om aan te brengen qua dikte en ook lekker creamy. De werking vind ik wel heel erg goed. Het is factor 30, je hebt zelfs ook een factor 50. Ja, ik vond het wel echt een heel mooi product om te testen inderdaad. Het is wel een plastic free product. Dus er zouden dus geen microplastics in de productcellen zitten. En dat is natuurlijk iets waar heb ik nu niet helemaal naar gekeken. Ik heb meer gekeken naar, zit er geen troep in voor de mens zelf. En dat is natuurlijk met deze sowieso het geval. Dit product, ik ben fan. Puur al voor de verpakking, omdat ik het gewoon heel cool vind. Maar goed, ik ben ook fan van Dr. Jetske Ulte. En zij zegt, iedereen heeft recht om een goed zonneproduct te kunnen betalen. En dat brengt me ook bij het volgende, namelijk
de prijs. Dit is een fles van 250 ml, is een factor 30. Ze zet die ook bij non-profit, dus dat vind ik eigenlijk wel zegt heel veel. De prijs is €15,99. En als je dan gaat kijken naar de prijs per milliliter, is dat 0,05. Dus dat is 5 cent. Dus dit is een heel goedkoop product, maar het ziet er heel luxe uit. De aanbreng van dit product, ik ga je inderdaad even laten zien. Ja, is even goed schudden natuurlijk. Ik laat je inderdaad zien, het is vrij dun. Maar je smeert het wel heel makkelijk uit. Dat vind ik echt, kijk, het is echt met een paar vegen ben ik al helemaal ingesmeerd. En dit product valt mij ook op, de werking en het gevoel. Het is echt niet alsof ik een hele dikke laag op heb. Maar het beschermt ook nog eens heel erg goed. Het is eigenlijk de perfecte dikte als het gaat om crème die je opsmeert. En de werking vind ik echt heel erg goed. Hier staat inderdaad nog eens op. Elke 2 uur smeren en mijd de zon tussen 12 en 3. Vind ik wel nog een hele goede tip. En inderdaad, reply after swimming. Nou, dit zijn eigenlijk dingetjes die op elk zonneproduct zouden moeten staan. En verder inderdaad, bescherm je ook nog met deze dingen. Al met al echt een heel goed product. Edith zou Edith niet zijn als ik het ook even heb over kleding. En kleding kan je natuurlijk ook beschermen tegen verbranden en tegen de UVA en UVB. UVA staat eigenlijk voor aging, dus ouder wordende huid. UVB staat voor burn, dus dat je inderdaad verbrandt. Kleding kan je dus ook beschermen. Losse kleding beschermt beter dan hele strakke kleding. Stoffen als nylon, polyester, die beschermen beter dan katoen. Nieuwe kleding beschermt minder dan gewassen kleding, dus kleding die je al langer hebt. En als het gewassen zijn, kan het een beetje krimpen en daardoor zijn de weefsels eigenlijk meer gekrompen en meer dicht. En daardoor biedt het meer bescherming. Het gaat er dus eigenlijk om hoe dichter het weefsel is van de stof, hoe dichter geweven is, hoe beter het beschermt. Dus een denim beschermt 100%. Maar glimmende en glanzende stoffen die reflecteren meer dan matte stoffen. Donkere kleuren bieden een betere UV-bescherming dan lichte kleuren, maar absorberen wel weer die warmte. Dus dan voel je wel weer dat het warmer is als je donkere kleuren draagt. Soms gaan mensen met natte kleding het water in, maar dat beschermt totaal niet. Het heeft nog zelfs nog maar de 50% van de werking die het al had. Tegenwoordig heb je ook UV-beschermende kleding. En die is vaak behandeld met een fotobeschermend product of is op een speciale manier geweven. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. En ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Bye!